ik had al langer een soort fascinatie voor de status van de multiculturele droom, zo gezegd. Ik ben een kind van de jaren 80, wij allebei. En ik groeide heel erg op een best wel zwarte school. En in mijn beleving was het toen een soort van nog koek en ei. En sindsdien is er natuurlijk heel veel gebeurd. En hoe komen we hier weer uit samen? Heb je ooit ook wel eens een reactie gehad, een van jullie twee, van nou, toch best wel gek. Twee vrouwen, oorspronkelijk in Nederland geboren. Met Nederlandse grootouders van de stel ik. In ieder geval geen voorouders uit Turkije. Die gaan uitgerekend. Het gaat ook over de kracht van je verplaatsing in iemand anders. En dat is volgens mij een schoonheid die heel erg aan theater kleeft voor mij. Het vermogen om je echt te verplaatsen in hoe een ander denkt en zich gedraagt en handelt. Ik denk dat dat de grote kracht is, omdat dat volgens mij in waar we nu zitten ook belangrijk is. Van probeer eens te denken aan hoe het voor een ander zou kunnen zijn. En als jij een paar maanden verder bent, wat hoop je dan dat deze voorstelling teweeg heeft gebracht? Dat het een beetje ontzenuwt. Ja, we ervoeren toch het ook als een soort verkramping soms. Een soort maatschappelijke verkramping. En je hoopt toch door een soort humor en die oefening in verplaatsing dat je daar wat adem en wat, ja, wat vertrouwen in kunt brengen. Komen de Turkse Nederlanders op af? Voorzichtig een beetje. Voorzichtig een beetje. Schuifel, schuifel, ja. Heel veel succes zo. Kijk, ik laat het over me heen komen. Dankjewel. Ja. Ik zag die hoofddoek niet echt. Dat was meer dat je, zoals je bij een punker die veiligheidsspel door die neus ziet, maar dat ik toch altijd probeerde om die Michiel daaronder te leren kennen. Xan en ik zien Jonina in verschillende rollen. Eerst als Maaike. Een onderzoekster met hoge verwachtingen van de multiculturele samenleving. Hey Dennis, leuk dat je er bent in de meervaartijd. Even later zie ik haar skypen met Dennis. Hij vertrok uit onvrede naar Turkije, maar sinds een half jaar weer terug in Nederland. Ik denk wel dat ik een beetje in een soort multicultureel dipje zit tegenwoordig. Dat ik denk van, de negativiteit, ik voel het serieus op straat, ik voel het gewoon echt niet. Zo'n contrast met Turkije, waarin je wel echt voelt van, nee, mensen zijn niet gelukkig. Op straat wordt er minder gelachen. Ik ben nu 6 maanden terug, alles is gewoon, we hebben het redelijk vredig. Ja. En we zien Jonina als Yildiz, die Nederland voorgoed vaarwel heeft gezegd. Lekker. Ik ben heel blij dat mijn zoon hier geboren wordt en dat hij gewoon leert wat het is om een Turk te zijn. En ja, dat hij zich daar nooit voor hoeft te schamen, dat hij zich nooit een tweederangs burger hoeft te voelen.